langs de Maas sta ik vaak in gedachten. Langs de Maas droom ik menige droom. Ik hou van dokken en kranen, de boeien, de scheepshoorns die loeien voor de Maas en voor mijn Rotterdam, Rotterdam. Ik hou van de haven, daar kan ik mij laven aan de rijkdom die elk schip met zich nam. Zeven kans en de schilders. Woensdagmorgen. En in woensdagmorgen, ja, iedereen doet zijn ding. En we hebben een kunstenaar aangetrokken die voor ons de krenten uit de pap haalt. En zegt van zo doe je, zo kan je het beter doen. En we geven handreizingen. Begeleiding. Ja. Dan kunnen ze vragen, joh, kijk eens eventjes. Wat denk je ervan? En dat doen we hier ook. Als ik klaar ben en ik heb hem erop staan, raak ik hem dik ook altijd. Wat vind je ervan? En zo ondersteun je elkaar. Ik hou van de kaden, met rijkdom beladen, want mijn rijkdom, dat is Rotterdam. Langs de Maas sta ik vaak in... Misschien is het in de buitenlucht, neem ik aan. Hè? Ik heb helemaal even binnen gezeten. Binnen gezeten? Als kok. En dan kom ik wel naar buiten kijken, maar buiten is het mooiste. Ja. Want, was het? Vorige week was het erg slecht, was weg als vandaag. Ja. Maar als je gaat schilderen, doe je het liefst van buiten natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Met zich naam. Ik hou van de kaart. Leren jullie ook van elkaar? Zeker. Ik heb vroeger bij Dick nog gelest. Heb ik nog wel aan les gedaan. We zitten nu in de open lucht. Ik gebruik je ook als een foto om te schilderen? Ja, bijna nooit. Als ik er niet omheen kan, maar in principe heb ik dat nog geen eens 10 keer in mijn hele leven gedaan. Het liefst gewoon in de open lucht? Ja, daar geniet ik van. Dat is, dan is het het weer, de wind, de zon, alles dat speelt mee in je aquarium. Meestal over een werk, als het goed weer is,
twee, drie dagen. Meestal is het niet klaar, want ik ben nog wel rommelig, dus maar normaal twee dagen. Eerste dag een beetje opzetten? Eerste dag zet ik het op. En dan de tweede dag probeer ik het kleur te zetten. Nou, en dat gaat vrij goed. De ene keer heb ik meer zin dan de andere keer. En ik neem het allemaal niet zo nauw. Ik zet het erop. Leg gewoon de stapel. Je hebt aardig wat werkjes thuis liggen? Ja, net zoveel als Dick. Want ik ging altijd met Dick zijn we begonnen. Met Dick ben ik begonnen. En hoe lang is dat geleden, Dick? Jaar 15. Jaar 15. En toen zegt hij tegen me, hij zegt, kan je een beetje schilderen? Ja, schilderen. Tekenen. Hij zegt, ja, maar ik teken, ik heb een tekening. Ja. Nou, dat is eigenlijk zo gegroeid. Dat is natuurlijk niet zo secuur. Maar dan heb je ook een eigen stijl natuurlijk. Want ik bedoel, de een doet het zo en de ander zo. Ja, maar je hebt er wel plezier in, neem ik aan. Ja, dat is het. Ik heb plezier erin. En weet je wat het leuke is? Het zijn leuke gasten onder elkaar. Ja. Dus dan, kijk, je hebt wel eens een meningsverschil, maar dat leg je altijd gauw bij, omdat je natuurlijk toch, de ene die regelt het, en dan gaan we zitten en dan gaan we kijken, en is het wat, en is niks, en is niks. Maar jij, je hebt al zoveel plekken gehad, dat het een beetje op begint te raken. Heb je altijd dezelfde opzet dat je met de lucht had, hè? Altijd met de lucht, het begint van boven naar beneden. En van links naar rechts. En van licht naar donker. En van, zeker van donker naar licht. Alles wat ver weg is, is donker. En wat dichterbij komt in de lucht, is lichter. Nou, ik denk dat hij vroeger heel veel individueel gewerkt heeft.